ophalen en inleveren stemmaterialen. Op de verkiezingsdag halen de voorzitters van de stembureaus in de ochtend tussen 6:15 en 7:00 de stemmaterialen op bij de goederingang van het gemeentehuis. De coördinator vraagt aan de voorzitter het nummer van het stembureau. De coördinator schrijft het nummer van het stembureau op een giltje en plakt dit op de voorruit van de auto. De voorzitter kan in de auto blijven zitten. De inpakker zet het materiaal in de auto van de voorzitter. De voorzitter is klaar en kan naar het stembureau. Spullen terugbrengen. De voorzitter en nog een stembureaulid brengen het procesverbaal en de sleutels naar het gemeentehuis. Twee andere stembureauleden nemen de gevulde transportboxen en de stemkoffer mee. Ze mogen niet gezamenlijk reizen. Het stembureaulid brengt de transportboxen met alle inhoud naar het gemeentehuis. De inhoud bestaat uit de stemkoffer, de opgerolde stembiljetten met daarbovenop de enveloppen met de stempassen en volmachten. Ook de ongebruikte stembiljetten worden naar het gemeentehuis gebracht. De medewerker controleert of alle materialen zijn ingeleverd, waarna de stembureauleden het gemeentehuis mogen verlaten. De voorzitter of plaatsvervangend voorzitter gaat samen met een stembureaulid naar het gemeentehuis. Bij de goedereningang is een ruimte ingericht. De voorzitter overhandigt aan een medewerker van het verkiezingsteam twee enveloppen. Hierin zitten het procesverbaal en de sleutels. De medewerker controleert of het nummer op de enveloppen overeenkomt met het nummer van de transportboxen. De medewerker van het verkiezingsteam loopt samen met de voorzitter het procesverbaal door. Als ook gecontroleerd is of alle benodigde handtekeningen geplaatst zijn, dan kan de voorzitter het gemeentehuis verlaten.